Mijn vader heeft me schaken geleerd toen ik 6 was. Maar ik ben pas een paar jaar daarna bij een club gegaan en ja, toen ben ik dus begonnen. Ja, ik denk toen ik 10 was, toen werd ik voor de eerste keer Brabants kampioen en ook Nederlands kampioen. En ja, ik denk dat toen wel meer soort van besef kwam dat ik... ik vind het een beetje raar om te zeggen, maar ik denk toen wel, ja. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Gewoon het spelen, maar ook het analyseren. En eigenlijk bijna draait er constant wel iets rond of zo in mijn hoofd. Ik hoop gewoon als topschaker en ook met de andere topschakers dat wij Nederland naar een hoger niveau kunnen brengen. Dus top 10 van de wereld, daar zitten we nu tegenaan. Om aan te tonen dat Nederland gewoon intellectueel een topland is.